Ja, je bent er weer. Gewoon. We zijn er weer, ja. Je bent begonnen, het festival is er, je zit lekker in Utrecht. Ja, lekker. Ja, ik ben er wel blij dat ik er weer bij ben, want het is... Voor mijn gevoel begint het festival pas echt als de talkshow begonnen is. Ja. Nou, dat is nu gebeurd. Ik heb al, denk ik, al 2 maanden geen tv meer gekeken. Alleen maar film, film, film. Ja, Nederlandse film. Op een slaapregime van zeg maar 2 uur op, 2 uur film kijken, 2 uur slapen en zo. Zo bouw ik een beetje die nacht vol. Anders red ik niet. Wat is een tip voor jou, voor de mensen die nog denken, waar moet ik nou naartoe tijdens het festival? Ja, dus één tip. Nee, je mag er meerdere geven. En ik ben groot fan van Kessels. Dat was ik al van het boek. Ja. Er zijn fanavonden rondom georganiseerd waar ik dan ook bij was. Daar was jij bij. Ja, je vertelde het gisteren in de talkshow. Ja. Daar heb jij Erik ook zien optreden. Klopt, Erik de Bruin speelde daar een nummer. Wat moet ik me voorstellen bij zo'n fandag? Nou ja, er zijn allerlei mensen die voorlezen uit het boek. Een favoriete fragment. Ik kan me Katja Schuurman herinneren die een fragment voorlas. Het boek gaat over Brabant. En over frikandellen. Dus nou ja, dan heb je me eigenlijk al wel. Dan ben ik er wel gewoon. Okay. Ook in de film zitten heel veel frikandellen. Heel veel frikandellen. Dus ik heb gehoord dat Frank Lammers, die komt nog in de talkshow. Dus ik wilde het graag van hem zelf horen. Maandag komt hij, hè? Ja, op een gegeven moment hadden ze een frikandel XXL. Maar die paste niet in de frituur op de locatie waar ze waren. Dus dan heeft Frank schijnbaar de ontdoorde frikandel zo gegeten. Want ja. Nou, ik heb dat op een katerige ochtend ook al ooit geprobeerd. Oh, gross. Heb je ooit een ontdooide frikandel gegeten? Even erover hebben, hè? Over die kalveren hijsa. Ik vind dat lekker dat er weer dit jaar ook een relletje is. Is dat lekker voor jou? Ja, het hoort een beetje bij het festival, heb ik het idee. Dat Academy systeem, het feit dat de nominaties nu al eerder bekend zijn, ja, vind ik wel een toegevoegde waarde voor het festival. Ja. Want je kunt je nu al de hele week lekker maken over, nou ja, hoe gaan de paarden lopen? Wat zijn de races? Ja. Wie zijn de kanshebbers en zo? Maar jij, wat denk jij? Gluck auf. Ik heb een primeur voor jou. Vertel. Te vroeg ochtend. Zomaar. Hoppakee. Heel nonchalant. Gooi die ertussen. Vertel. Nou, we zaten vorig jaar naar het Ghana te kijken. En toen viel ons op dat op de speeches van degene die wonnen soms nou nog wel wat geschaafd kan worden. Mm-hmm. Hè, er worden veel mensen bedankt. Je bedoelt ingekort. Ingekort. Er worden ook veel mensen bedankt van wie je denkt, over wie heb je het? Dus wij willen graag degene die genomineerd zijn een handje helpen. Dus, wie is wij? Wij van de talkshow. Wij van de talkshow. Dus wij van de talkshow, we hebben een aantal schrijvers uitgenodigd die speeches gaan schrijven voor sommige genomineerden. Dus bijvoorbeeld Kluun komt om Martijn Fischer een handje te helpen. Dus die komt in de talkshow Martijn voorzien van een speech. Dat meen je niet. Ja. Wat een goed idee. Ja. Morgen zit hier Anne Barnum. Ja, die kan misschien ook nog helpen. Zal ik haar even vragen voor je dan? Ja, heel graag. Want zij komt nog naar de talkshow. Zij dat ze willen doen. Ze mag zelf dus iemand uitkiezen. En haar speech was vorig jaar fantastisch, hè, Anne? Fantastisch, ja. Volgens mij werd iedereen een beetje verliefd op Anne vorig jaar bij het gala. En jij in ieder geval. Ik het zeker. Ik vind de avond kort. Dus is eigenlijk mijn favoriete avond zo'n beetje wel op het festival. Het gaat dan ultra kort bingo. Luister mee, hè. 2 minuten duurt hij. In een vreugdeloos verzorgingshuis is de bingoavond het enige lichtpuntje voor de bejaarde Gerda. Wanneer het laatste bingo-balletje plots verdwijnt, begint ze deze animatiefilm aan een bizarre speurtocht. In 2 minuten. Die wil ik dan wel zien. Twax komt vanavond komt de cast in de talkshow. Weer Noortje? Jij gaat gewoon iedere avond Noortje Herda aan de tafel uitnodigen. Nee, ze komt vanavond nog wel inderdaad. En dat was het dan ook wel. Gisteren over Paradise Trips. Ja. Kwamen ze vers van die première en nu van de première van Hot Wax. Wat een soort vriendenclub lijkt te zijn die dat filmpje hebben gemaakt. Het filmpje, dat bedoel ik niet lullig, maar het is 10 minuten. Nee, het is een korte film. Ja. Ja. Nee, het is niet denigerend, maar hij is gewoon kort. Ja. Waar gaat hij over? Over een autowasserette waarin die gebruikt wordt voor... Hoeveel kan je vertellen over een korte film, hè, zonder dat je alles meteen verklapt? Ja, over een autowasserette. Punt. Ja.